Hallo allemaal. Goedemorgen en welkom terug. Ik ben Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Het is nog steeds afschuwelijk aan het stormen buiten. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Ik moet zo meteen die storm in. Om boodschappen te doen. Ik moet echt. Ik moet een aantal dingen hebben. Ik weet nu al wat dat wordt. Je komt door week terug en je skelet doet zeer. Als je de voorpagina van dit YouTube kanaal bekijkt. Dan zie je dat ik... Hele hoge verwachtingen hebben eigenlijk voor burgemeester Halsema. De tagline van dit kanaal is Go get mommy's belt. We're gonna have some goddamn discipline in de stopera. En dat is wat we een beetje verwachten van, tenminste wat ik, met mij vele anderen denk ik trouwens. Dat is wat we een beetje verwachten van burgemeester Halsema. En me dunkt dat wij op onze wenken bediend worden. Want burgemeester Halsema is fantastisch werk aan het leven. Kijk even hier. Dit is het Parool. Dat is een Amsterdamse krant. En het staat er meteen in chocoladeletters. Zorgen om gevaarlijk bankje. Dubbele punt. Iemand kukelt zo het water in. Het bankje aan de Korte Prinsengracht, om de hoek van de Haarlemmerstraat, levert meer stress dan ontspanning op. De bank staat namelijk gevaarlijk dicht bij het water. Dat kun je hier ook zien. Dit is het bankje in kwestie. Dit is de dader. En je ziet het, ja, de afstand van het bankje naar het water. Ja, wat zal dat zijn? Een meter? En dit is het, staat er ook onder. Het bewuste bankje aan de Korte Prinsengracht. Jacob van Vliet heeft daar een foto van gemaakt. En die persoon die hier zit, die had zoiets van... Ik wil niet op die foto. Ik wil niet op die foto. Nee, ik wil hier gewoon zitten. Op dat gevaarlijke bankje. Dit is een... dit is journalistiek. Dit is waarom ik het Parool lees. Dit is van Rawunak Kadari. En dit is van een paar dagen geleden. 8 januari. Weet je? Laten we eens een beetje kijken wat er zo over dat bankje te melden valt. Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om te zien dat dit een trekpleister voor pech is. Zegt een medewerker van het koffiehuis voor dak- en thuislozen in de Haarlemmerstraat. Die vertelt dat daklozen elkaar regelmatig bij het bankje ontmoeten. Misschien moet ik wel een beetje mijn persoonlijke bias hier uiteenzetten. Ik ken dit bankje. Sterker nog, die Haarlemmerstraat, ergens daarachter, daar zat mijn kantoor. Dus ik heb een gigantische hoeveelheid van mijn leven. Oh mijn god, echt wel 10 jaar plus. Rondgehangen rondom de Haarlemmerstraat. En de Haarlemmerstraat is heel erg achteruit gegaan. En voor de mensen die niet weten wat de Haarlemmerstraat is, maar dat was vroeger, ja, de dure winkels, allemaal vrij prijzig. En lekkere eettenten, ook wat prijzig, maar wel te doen. Maar ja, op een gegeven moment ging ik er toch minder en minder vaak heen, omdat het daar wemelt van de drugsgebruikers en de toeristen gewoon. Het is een piepklein, dun straatje. Waar auto's en motors en fietsers erheen mogen. Er zit ook nog een Albert Heijn daar, die voorzien moet worden van spullen. Maar goed, ik ken dit bankje. Ik heb hier wel eens een sigaretje gerookt, weet je, in mijn pauze, in de zon. En geen traumatische ervaring aan overgehouden, geen PTSS of zo. Maar ik had toen wel zoiets van, zo, iemand kukelt zo het water in. Dat was het eerste wat ik zei toen ik daar ging zitten. Nou. Twee mannen leunen tegen de achterkant van het bankje.
met hun gezicht naar de weg en eten een broodje, gekocht bij de kaaswinkel aan de andere kant van het water. Die kaaswinkel die ken ik ook, die is goed. Ik zeg goed, kun je lekker broodje aan. En die hebben hun kaasaanbod, is dat zo goed? Nee, ik ben een echte kaasliefhebber. En ik hou van wat meer exotisch en apart. Ik ken betere kaaswinkels. Maar goed, kaaswinkel, die ken ik ook. Het is echt een beetje blast through the past. Het is allemaal prachtig mooie jeugdherinneringen. Alhoewel, jeugd. Ik was niet echt jeugd meer toen. Het is precies wat Walter Weg, 45 jaar oud, dat is belangrijk dat we dat weten. Voorzitter van de Reddingsbrigade Amsterdam, zorgen baart. Dus de Reddingsbrigade van Amsterdam, die hebben ook problemen met dit bankje. De Reddingsbrigade wil van het bankje af op die plek. We willen preventief handelen, punt. Een object waarop je kunt zitten of waartegen je kunt leunen, trekt logischerwijs mensen aan. Als we nu iets doen, kunnen we wellicht een leven redden. Die Walter. Een object wat lekker ruikt, trekt logischerwijs mensen aan. Een object wat lekker smaakt. Nee, ja, goed. Boosdoener. Arme bankje. Net als boosdoener. Net als de medewerker van het koffiehuis vertelt, Weg, dat er rondom het bankje regelmatig daklozen een sigaretje roken. Of lanterfanten. Voor de mensen die geboren zijn na 1950. En de jaren 50 niet bewust hebben meegemaakt. Lanterfanten is dat je is rondhangen. Het is hangen. Dat is wat het is. Tegenwoordig heet dat hangen. Ik ben de patatgeneratie. Burgemeester Halsma is mijn leeftijd. Wij hebben onze jeugd gedaan in de jaren 70 en 80. En toen heette het hangen. Maar voor het Parool en Raunak Gadari. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek als ik dat niet doe, mijn excuses. Lanterfanten en kukelen. Zie je kukelen. Maar ook een moeder met kinderen die even bij het water wil zitten, kan in de problemen komen. Er zit net één stap ruimte tussen het zitvlak en de rand van de kade. Je hoeft maar even niet op te letten en iemand kukelt het water in. Nu is het iemand die het water in kukelt. En hier is het iemand kukelt zo het water in. Dit bankje dus, dat is de boosdoener. Hier was het nog het bewuste bankje. Hier is het bankje al de boosdoener geworden. Wat ik wel sneu vind is dat het bankje geen advocaat krijgt of zo. Wie weet wilde hij daar wel gewoon staan. Ja, ik bedoel, niemand neemt het op voor het bankje. Hashtag, help het bankje aan een advocaat. Maar we gaan verder, want er is heel veel meer te melden. In het afgelopen jaar rukte de brandweer 3 keer uit voor een persoon in de Korte Prinsengracht. 2 van de drenkelingen overleden. Dat is natuurlijk wel heel schrijnend. Maar overleden ze hier? Vielen ze hier in de Prinsengracht? Of vielen ze gewoon ergens in de Prinsengracht? Dat hadden ze beter moeten omschrijven, vind ik. En deed dat bankje dat expres? Weet je, wie weet was dat bankje moe? Lette die niet op? De hele dag zo iemand die bovenop je komt zitten? Aan een bankje. De gemeente, dat is deze mevrouw. Dat is burgemeester Halsma, dat is de gemeente. Dat is zijn synoniem. De gemeente is op de hoogte van de voorvallen. En wil eerst zeker weten dat de bank de boosdoener is, voor ze al dan niet wordt verplaatst. Dat wordt onderzocht, zegt een woordvoerder. Oké. Ik neem aan dat tijdens dat onderzoek dat bankje dan wel een advocaat krijgt en verweer kan voeren. En kan zeggen van, ho, ik bedoel het niet zo. Die gekken zijn dronken. Er hangen al domme toeristen die knetterstoond bovenop mij gaan zitten. Ik vraag daar niet om. Ik waarschuw ze de hele tijd. Niet op mij gaan zitten. Ik ben heel glad. Kijk uit voor het water.
Misschien is besloten dat het een besloten zitting is geweest. Het bankje is misschien heel jong. Dat het naar een kinderbankjesrechter gaat. Weg, dat is die meneer van de reddingsbrigade. Walter heette die toch? Walter Weg. Dat heb ik goed onthouden. Die is 45. Weg ziet het bankje het liefst verdwijnen. Of vooruit een paar meter van de kade afgeplaatst worden. Waterdicht is dat plan natuurlijk niet. Dat is leuk gekozen. Weet je, hij is van de reddingsbrigade. Waterdicht, snapt u hem? Ja. U heeft allemaal geestige mensen in dienst, mevrouw de burgemeester. En top, top journalisten. Daarbij dat parool. Waterdicht is dat plan natuurlijk niet, dat weet hij. De kans dat er iemand in de gracht valt, is er altijd. Kijk, met zo'n streepje erop. Maar, benadrukt hij nogmaals, preventie is het beste. Dat bankje verplaatsen lijkt me de goedkoopste, snelste en makkelijkste oplossing. Nou, Walter, daar ga jij niet over. Daar gaat de gemeente gaat erover. Mevrouw Halsema, wat gaan we doen met het bankje? Die staat daar maar, hij valt niemand lastig. Is het een mannelijk bankje? Weet ik niet. Is het een genderneutraal bankje? Ik denk dat bankjes sowieso genderneutraal zijn. Iedereen kan erop zitten. Alhoewel, mensen zonder benen weer niet. Daar moet ik wat langer over nadenken. Nou, dan krijgen we hier helpt hulptrap. Wat loze informatie. Amsterdam nam 2 jaar geleden al maatregelen om verdrinkingen in grachten te voorkomen. Zo werden 50 trappen geplaatst op de ouderzijds Voorburgwal en de ouderzijds Achterburgwal. Ook op de Prinsengracht zijn trappen gemonteerd aan kademuren. Bij elke walmuurrenovatie worden eveneens permanente reddingstrappen aangebracht. Dat mag wel een keer, denk ik ook. Ook bij de Korte Prinsengracht is er een trap aan de kademuur. Dat lijkt op het eerste gezicht positief. Maar het is de vraag of het van enige waarde is. We weten simpelweg te weinig van het gedrag van mensen die de afgelopen jaren verdronken zijn, zegt Marnix IJsink Smeets. Als lector publiek vertrouwen in veiligheid, verbonden aan de Hogeschool in Holland, eerder in deze krant. De kans is heel klein dat dit ook maar één verdrinking zal voorkomen. Zo zal het voor iemand die dronken in de gracht belandt, bijvoorbeeld onmogelijk kunnen zijn om een trap te vinden. Nou, te bereiken, te bereiken. Ja, en als je niet kan zwemmen, en er zijn heel veel landen waar de zwemles niet verplicht is, in Nederland gelukkig wel. Maar ik heb een hele hoop internationale collega's, die mensen kunnen gewoon allemaal niet zwemmen. Dat hebben ze nooit geleerd. Als je drugs neemt, en ja, god, dit is de Haarlemmerstraat, lieve mensen, daar zijn nogal wat coffeeshops, in die hele buurt. Drugs en drank. Maar goed, deze meneer heeft de beste functie ooit. Hij is lector publiek vertrouwen in veiligheid. Dat staat prachtig op een visitekaartje. Nou, het parool signaleert dit probleem. De reddingsbrigade is ermee bezig. En de gemeente gelast dan meteen onderzoek. Dat is de verdienste van burgemeester Halsema. Dat is onze Femke. Super Femke to the rescue. Wij gaan dit aanpakken. Hier gaan we wat mee doen. Gaan we naar het volgende artikel. Dit is van gisteren. Het is fantastisch. Het is dezelfde foto, maar dan van de andere kant. En die persoon, zie je dat? Die wil nog steeds niet echt op de foto. Kijk, het heet nog steeds. Het heet hier weer het bewuste bankje. En weer van Jacob van Vliet. Kijk, net zo zie je. Maar dan de andere hoek. Dat is leuk gedaan van Jacob. Wat zal hij gedaan hebben? Zal dit een dakloos iemand zijn? Dat hij zei van, hé, je krijgt van mij 2 sigaretten en een biertje als je 2 keer de andere kant op wil kijken. Maar goed, dit is van David Hielkema. En nu wordt het wel een blast through the past. Want ik weet wie David Hielkema is. Ik denk, nou ik weet niet zeker, ik denk dat ik weet wie David Hielkema is. Ik denk dat zijn vader mijn oude baas is. Nou, je moet heel ver terug. Toen ik nog heel jong was. Maar goed. Gevaarlijk bankje op Korte Prinsengracht wordt verplaatst. Hartstikke idee. Van de achtste
Ja, zie je dat? 8 januari, levensgevaarlijk, dat bankje. En dan doen we een onderzoek. Ben jij een boosdoener? Hé, hey, dus het bankje, dat wordt verhoord. Een bankje geeft het toe. Ja, ik ben de boosdoener. 5 dagen later, kwak, actie. Dat is daadkracht. Dat is daadkracht. Dat is wat we willen van onze gemeente. Want stel je voor, er verdrinkt weer zo'n dronken toerist die helemaal naar de kloten is aan de drugs. Dat zou vreselijk zijn. Ik zal eerlijk met je zijn, maar ik kan het helemaal niks schelen. Er komen veel te veel toeristen hier naartoe. Maar goed, het bankje aan de Korte Prinsengracht, om de hoek van de Haarlemmerstraat, wordt verplaatst. De bank staat nu gevaarlijk dicht bij water. Dat wist ik al. Leuk artikel wat die David mag schrijven. Holy shit, is dit een artikel? Of is het gewoon een lange tweet? In het afgelopen jaar, het bewuste bankje, rukte de brandweer 3 keer uit nadat een persoon in de Korte Prinsengracht terechtkwam. 2 van de drenkelingen zijn overleden. Kijk, met zo'n rode streep eronder. Daar kan ik op klikken. Maar ik denk niet, zal ik dat doen? Ah ja, who cares? Oh, dan komen we bij het andere artikel. Okay, of die mensen drugs aan het gebruiken waren, drank aan het gebruiken waren, of verward waren, of aan de medicatie waren, of medicatie hadden moeten nemen en dat niet namen, et cetera, et cetera. Of het glad was daar, dat doet er allemaal niet toe. Bankje krijgt de schuld. De gemeente was op de hoogte van de voorvallen en stelde een onderzoek in om te kijken of de bank inderdaad de boosdoener was. Dat stond hier ook, volgens mij. Even kijken, je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben. En het bankje is vochtig. Weet je. En Walter van de reddingsbrigade, die had al gezegd, preventief handelen en boosdoener. Hier. Kijk hier, de gemeente is op de hoogte van de voorvallen en dat wordt onderzocht. Dus er is een onderzoek geweest naar boosdoenerbankje. Dat is geldnuttig besteed. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het bankje wordt naar achteren verplaatst en er wordt een beugel bevestigd. De opdracht is inmiddels uitgezet en zal binnen enkele weken worden gerealiseerd. Ik wil dan graag een follow-up artikel. En of dat nou van David komt, of van Raunak, dat maakt mij niet zo veel uit. Misschien van de redactie. Misschien kan de woordvoerder van burgemeester Halsema er wat tijd aan besteden bij de eerstvolgende raadsvergadering. Is dat een idee? Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Door het oog van de naald. Als ik dit soort dingen lees, weet je, zo'n losgeslagen bankje, wat daar een beetje de boel aan het verzieken is voor al die dronken toeristen die helemaal aan de drugs zijn. Ja, dan maak ik mij zorgen om mijn stad. Dan herken ik mijn stad niet meer. Maar onder uw bezielde leiding, daadkracht, huppatee, aanpakken dat bankje. Geen gelul. Nou wil ik niet kinderachtig doen, maar voor de mensen die hier geregeld rondhangen, of vaker rondhangen, ik heb dat jarenlang gedaan. Het is heel normaal voor mensen om hier op de kade te zitten, met hun beentjes over de rand, helemaal uit hun plaat aan God weet ik veel wat. En nee, dat zijn niet die arme thuislozen of die arme dakloze mensen die dat doen. Dat is totale onzin. Die kunnen dat overal doen. Nee, dat zijn toeristen. En die zitten daar te blowen en te drinken. En ja, ik heb sterk het idee dat. Maar goed, die reling komt een hele lange reling hier. Helemaal vanaf hier, helemaal tot en hier. Hé, kijk me eens aan. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dat is Amsterdam. Dat zijn de spannende dingen die er hier gebeuren in deze stad. Weet je, er kan je hier van alles overkomen. Gevaarlijke bankjes, schietpartijen met kalasjnikovs, afgehakte hoofden, granaten voor je snackbar. Het is complete gekte hier. Maar zoals u ziet, de gemeenteraad, de gemeente, sorry, de gemeente. Zit daar bovenop. En ja, dat is burgemeester Halsema. Dat doet ze ook als moeder. Doe wat ik zeg, anders trek ik het internet eruit. Geen gelul, ruim je kamer op. En hier dus dat bankje, dat is van. Ben jij de boosdoener? Ja, wil je kappen met boosdoener zijn? Nee, dat wil dat bankje niet. David Hielkema kon hem niet op andere gedachten brengen.
Raunak kon hem niet op andere gedachten brengen. Walter Weg van de reddingsbrigade kon hem niet op andere gedachten brengen. Dan is er ook nog een kleine interventie volgens mij geweest van Marnix IJsink-Smeets. Dat is die lector publiek vertrouwen in veiligheid van de hogeschool. En natuurlijk dat onderzoeksteam van de gemeente. Wie niet horen wil, die moet voelen. Doe wat ik zeg of ik trek het internet eruit. De moeder van Malcolm. De moeder van Malcolm. Burgemeester Halsma, hartstikke bedankt. Ik heb mij jarenlang mateloos lopen ergeren. Ja, niet aan dat bankje alleen, aan die toeristen op dat bankje. Maar goed, daar moeten we de 18 miljoen van per jaar deze stad in laten. En die toeristen die kunnen gewoon niet omgaan met bankjes. Dus dan passen we dat bankje aan. Ja, als de berg niet naar Mohammed komt, dan moet Mohammed naar de berg. Slaap ik nu beter? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik vanavond slaap als een baby. Ik heb vandaag heel slecht geslapen, mevrouw de burgemeester. Door die storm werd ik meermaals wakker. En toen op een gegeven moment heb ik het slapen helemaal opgegeven. Ik was echt om 3:30, 4:00 uit mijn bed. Ik voel me waardeloos. Maar nu ik weet dat dit bankje gevaar hier is opgelost. Nu voel ik me, ja, ik denk toch geruster. Minder zorgen. Ik denk dat ik vanavond slaap als een baby. Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende.